Hij blijft die fucking schild houden om een of andere reden. Ja, maar Nando, het is niet voor niks de eindbaas. De eindbaas, hè? Hoorden we net. Niet te verwarren met de eindbaas. Nee, die was er niet, dat kan gevraagd. Nee, in de DLC toch? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee. Nee, dat kan nog gevraagd of die er was. Nando, denk ik echt wat een lullo's. Ik hoor de helft niet eens, want het wordt gezegd. Ik zit zo erg in die fight. Ik ga een bal op een vurret gooien. Ja, jij liever dan ik. Ik weet niet wat het is, maar toch heb ik altijd, als ik XD of Colosseum speel, altijd de neiging om alle shadows te willen vangen. Oh ja, dat heb ik eigenlijk ook, alleen dat hebben we niet gedaan in de serie. 6. Stop met lokken. Ik vind dat wel grappig met de Switch. En dat had volgens mij de DS en de Wii ook. Dat je van die teams hebt, zeg maar, zwart op wit. En daar hebben ze een speciaal kopje van gemaakt. Dat je denkt van oké, er komen meer teams uit, zeg maar, voor je homescreen. Maar er komen nooit meer teams uit. Venom of Kylo Ren zo. Die is zo vet. Ja, vet ook. Dan is hij blauw. Dat klopt, ja. Voordat dat jij zo'n Venom of Master bent. Nou, ik vind het in het algemeen gewoon blauwe shinies. Vind ik sowieso al echt hartstikke goed. Zoals Panya. Ja. Alle beesten. Of als ze echt van... Niet van een roze naar een andere roze gaan, maar echt van een hele andere kleur naar roze. Dat vind ik ook heel vet. Mm-hmm. Van blauw naar roze. Zoals Lechonk. Zoiets, ja. Zoals Lechonk, ja. Sander echt een roze shiny haten? Ik ben ook niet met alle roze shinies eens. Hey, ik ben een groene shiny hater. Oh ja, jij was de groene shiny hater. Terwijl ik Ursula en zo vet ken. En Espeon ook. Espeon ook. Nou, Ursring, Espeon, Salamence, Bagon. Ik vind ze echt allemaal hartstikke lelijk. Dragonite. Maar dan de Dratini en Dragonair, geweldig. Maar Dragonite, nee. Nee, Dragonite is ook wel een optie. Zeker omdat er zoveel potentie was, maar alles veranderd werd toen de groene shiny aanvallen. 100 jaar niet meer, en er was nog steeds geen andere kleur. Zo, Charizard heeft het wel veranderd. Ja. Paars en blue. Daar hebben ze praat niet over de testen. Ja, klopt. Maar alsnog. Het was een goede codering. Het was een codering. Het is goed gekeurd door dagen te leiden. Salsa! Salsa!
Kijk, daarom ben ik ook heel graag die nieuwe ook doen als een Rhythm Quest. Omdat die blauw is. Ja! Nee, ik heb hem al. Blauw, ik heb die mooie blauwe Mew. Paradijselijk, mooie dag. Oké, ik heb een verslagen. Ik moet alleen nog maar de Quick Time Event halen. Maar ik kan niet doodgaan in die Quick Time Event. Dus dat is super nice. Waarom wil dat beest niet aanvallen? Hij is niet shiny, toch? Nee, hij is niet blauw. Ja, dat vind ik wel een hunt voor Milan. Tendermaus. Ja, maar die zie je wel niet. Waarom? En Nando, dat weet je vast wel. Ja. Waar is die kering? Naar buiten, naar die... uit de stad. Uit de stad. Ja, naar die screpen dingetjes, toch? Ja. Top. Do it. Do it. Give it to your destiny. Zoveel Venomoth van mij heen, want er zit geen schijnende Venomoth bij. Zo, oké. Okay. Wie speelt trofee achter elkaar? Huts. Huts, nou, ja. Sanevo. Ja, dat is een trofeeënmaster. Jazeker. De hypotheker? Jazeker. Dit einde is best wel vet. Venomoth is best wel creepy als je zo kijkt. Hij heeft bijna echt die ziel, jongens. Maar echt. Protect the senators. I will kill that old man. Kaboom. Hier zou echt Sandring booming zeggen. Ja, dat was een explosie. Ja, het was echt een gigantische explosie. Is de Death Star kapot? Nee, dat niet. Oh. Jullie weten wie de Emperor is? Ready? Nee. Oké, laat maar. Ik heb echt niks met Star Wars. Oké, laat ik het makkelijk maken. Big Baddy, oude man, schiet met zijn vingertop elektriciteit. Oh ja, die ken ik. Ja. Ja, ik word... hij is van die meme van... Unlimited power! Toch? Ja, die. Ja. Die is ook van net. Do it. Nou ja, dat deed hij dat tegen mij en ik blokkeerde het. En ik kwam dan steeds dichterbij er. Totdat dan ik heel dicht bij hem ben. Dat ik hem bij hem kan aanraken. En ik schreeuw dan. Whoa! En dan boom. Hele kamer ontploft. Gezellig. Jazeker. Zeer hard gegroening. Heel erg gegroening. Yes, we are. Ik heb mod met Venno. Een Venno-mut. Venno-mut-kip. Venno-mut-kipping. That's a weird fish. Een symbool. Woosh. Oké, nu moet ik de Colosseum gaan bevechten. Geweldig leuk. Hier! Er is helemaal niks geweldig en leuk aan. De Colosseum is easy. Easy peasy lemon squeezy. We hebben wel eens van die limoenen die je moet uitknijpen. Ja. Of zo'n citroentje voor je Long Island. Pyrite Colosseum Battle 1! It was you, chick. He was in love with you. Barboach.
Een sensory blub. Heel mooi. Geweldig. Betoverend. Eindeloze. Star Wars muziekjes. Star Wars muziekjes. Ik denk dat ik vanaf nu Venom op de meest kritische poging ooit. Ja. Kijk, mijn hoed in mijn ogen staat. Dat is gewoon eng. Hij wil je gewoon eventjes goed bekijken. Ja, blijf. Even goed kijken in die ogen. Wordt hij getoeterd door Rusty? Lekker man. Doet de Rusty zo'n toetertje? Nee, dat is een air horn. Een toeter. En dan wil ik ook wat doen. Even kijken. Hij wil deze. Ik wil deze. Nog wat leuks bij Paddy. Paddy, jij, jouw kamer wordt paars. Oh! Dat mag wel 1 minuut, hè, dan weet je dat. Ja, ik voel me paarsig. Ik wou dat het langer was. Ja, sorry, ik kon... Ik wou eigenlijk ook een limited zetten, maar dat kon niet. Maar kon je niet gewoon zeggen zo van... Limited power! Nee, dat kon ik niet. Nou, jammer. Maar hij kan ook geen blik vanuit de vingers schieten. Dan was ik zo'n iemand van de vuurnatie geweest. Ja. Continue game. Natu! Hey, die heb jij shiny. Klopt. Godverdomme. Met ook een shiny Metapod. En een shiny Ralts. Allemaal in 2 minuten zoiets. Nee, Metapod was... Nee, Naltu was de eerste stream. En daarna, in de tweede stream, kreeg ik Naltu en Ralts echt alle twee in 2 minuten. Ja. En dat was in de Sword and Shield random encounters, hè? Dat was dus niet... Ja. Dat was dus niet... Maar er waren alle twee full odds. Ja, alle twee full odds en het was ook geen overworld. Het was pittig kut, zeg maar. Nou, van jou niet, maar... Hoorde jij de toeter niet? Dan heb je niet goed gehoord. Als je de cricket toen wel hoorde... Oh, dat klopt dat je die niet hoort. Want ik heb dinges denk ik niet aan. Hoorde jij de cricket toen... Nando, denk ik niet. Ik hoorde het van jou af. Oh. Nee, die hoort niet omdat ik audio niet aan heb staan. Klopt. Omdat ik dit gebruik als... voor opname. Ja, dat is kut. Nou, je krijgt hem nog te goed, ja, die toeter, voor de volgende stream, Rusty. Hoorde je de pompoens op? Nee, die heb je dan ook niet gehoord straks. Wat is die? Met de tijd is confused. Bij de toeter. Hij mocht gewoon aanvallen. Bam bam. Oeh, waarom hebben die allebei nog niet? Even kijken. Rusty, dat komt omdat die allemaal op een timer van 1 minuut staat volgens mij. Ik kan hem niet op oneindig zetten. Dat kan ik niet. Dat vind ik heel jammer. Dat komt toch een tijdje geleden wel? Nee. Hè? Ik kan me herinneren dat ik een paars deed en dat hij toen bleef totdat
Jack kwam en Jack zoiets was van nee, we gaan oranje. Ja, maar dat komt omdat jij heel vaak paard had gespend volgens mij. Dat dit niet meer kan. Oeps. Maybe. Dat was niet de bedoeling. Merch deel aangekomen. Ik zie dat ik Vaporeon al heb. Oké, dus in ieder geval merch deel was interessant in deze ronde. Hé, ik kan niet terug naar de tutorial level. Dat is klote. Klootje! Ja, want daar heb ik, want hier heb ik helemaal geen klote aan. Oké, okay, alleen dat deel is interessant. Ach, anders zeg ik het, dan zoek ik het later wel uit. Ja, we zitten rond het kampvuur en zingen een kampvuurlied. En het spellen, dat ga ik niet doen, want dan maak ik sowieso een fout. P-P-U-R-L-J-D-L-I-T. En nog een Vulpix. Nog een Vulpix. Rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied. Het K-M-P-V-U-U-R-L-I-E-D-lied. Ja, je hoort hem wel een beetje. Ja, dat komt omdat ik ook mee zing. Nee, maar ook gewoon op de achtergrond hoorde ik hem. Zelfs ik hoor dat niet. Oké, apart. Oh, maar ik zit natuurlijk op dit. Huh, maar hoe kan jij het dan niet horen, Paddy? Ik hoor het niet. Het was heel zacht, though, maar... Maar ik hoor hem op de achtergrond bij jou, omdat we op Discord zitten. Exit. Ik ga zo'n modderig paardje ga ik proberen te vinden in een gele... Met gele sokken aan. Oeh. Waarom is Vulpix zo pastel in Colosseum? Dat Colosseum niet spoort. Big oef. Het is wel gewoon een leuke game. Daar niks van. Shinies zijn ook helemaal verneukt in Colosseum. Nee, sommige zijn wel echt heel ziek. Umbreon is bijvoorbeeld heel erg ziek. Oké. Road game. Ah. Okay. Weer wat nieuws geleerd. Pam pam. Ja, ja. Pirate Colosseum Final! Yeah. Final Countdown zeker. Pudepupu. De enige echte Final Countdown. Finale aftel. Een bodybuilder met Bagon en Goldeen. Een Bagon. En Goldeen wordt heel ziek, King. Dat wordt hij inderdaad. Oh. Oeps. What's going on? Ik dacht dat ik de game op de 1 na moeilijkste difficulty speelde. Maar je deed de moeilijkste. Nee, ik had de normal mode gespeeld. Ah. Oké, kut. Heb je de hele game nu voor niks gespeeld? Nou, nee, want ik heb alle collectibles gehaald en nog wat andere dingen. Dus het is niet zo erg, maar... Dit laat alleen maar zien dat ik nog aardig wat dingen moet doen die nog moeilijker zijn.
Zo weet ik dat een maat van mij, die had toen voor een platinum trofee in een van de Call of Duties. Welke weet ik even niet. Oh ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Maar die moest toen de story doen. Op de moeilijkste difficulty, waarmee je zo'n beetje met één hit dood bent. Ja. Die moest hij dan in één keer halen zonder dood te gaan. Nice. Nuzlocke. Nee, maar ik weet niet welke deel het was, maar degene waar ik het vaak heb gedaan, dan had je altijd nog checkpoints in het level zelf. Dat weet ik dus niet zeker of dat... En ik heb met Medal of Honor, daar had je dan geen checkpoints, dus dan was het echt, als je doodgaat moet je weer helemaal vanaf het begin van het level spelen. Zo, jezus, waarom lijkt deze Delibird zo fucking shiny in deze game? Omdat het Colosseum is. Het is een beetje een andere color scheme. Ja, dus ze zien, kijk hoe roze die eruit ziet, man. Ja. Het is pinky en de brain. Let op mijn scherm, je krijgt hem zo meteen in beeld. Ja, ik heb hem al gezien. Kijk hoe roze, what the fuck? Maar in principe kan je het heel makkelijk zien of het een shiny is of niet. Want ook het, zeg maar dat fotootje, dat ziet er dan anders uit. Ja, dat klopt. En hij glimt altijd nog nadat hij is uitgezonden. Volgens mij... Oh ja, wacht. Je tegenstanders kunnen wel shinies hebben, volgens mij. Maar alleen die shadows kunnen shiny zijn, toch? Ja. Exact. Het kut is als die bij je tegenstander shiny is, dan als je hem vangt, dan is die bij jou niet. Ja. Dat is inderdaad wel een dingetje, ja. Dat is gewoon super kut. Hij moet gewoon Sander laten shiny hunt in deze game en die informatie niet vertellen. Oh, dat is zo ziek. Dat vind ik een goed idee. Dan vangt hij hem, denkt hij yes shiny en... Kijk in de summary, niet shiny. Oh nee, toch niet. Oh. Oh shit. Bij mij willen de shinies vandaag niet zo. Mij ook niet. Je hebt het niet aan de shiny aan het toch? Nee, klopt. Bam. Dat is zeker gemeen als Sander toe, maar wel terecht. En we... Rusty, denk aan de content. Nee. Oh, dat was nog beter dan die tweede vorm van Giratina in Legend Arceus. Ja. Oh. Ik heb snel pipi doen en gelijk nog ook pauze inschakelen. Maar ga je alweer roken? Ja. Ja joh, dit is Paddy waar we het over hebben. Ja. Ik ben net als ik een brandend huis gaan staan, heeft de console broke. Dan kan hij dat gewoon inademen. Extrito Mundo, eh. Raymundo? Ja, Raymundo. Indeed, eh. Maat, als die Halucha's eventjes wegblijven met hun... Halucha heeft er gewoon zin in. Waarin? Waarin? Ik ga zin in. Binnen. Oh, zo goed zo grappie, dude. I love me some gapies. Ja, het was een lange regenachtige dag buiten. In-game ook, ja. Lekker zitten harken van het weekend. Jee. Ja. Ik heb nu de halve achtertuin gedaan. Nothing on the caking. Inderdaad. Oh, ik weet nog wat. Ik moest nog iets voor Sandring doen, Ing. Wat moet je voor Sandring doen, Ing? Hij wilde weten wanneer hij die shiny Dialga zou krijgen met zijn trainer ID-SID combo.
Ja, je shiny, een shiny Pokémon wordt bepaald door middel van een formule. En in die formule zit je trainer ID en een secret ID. Dus hij wilde dan weten waar die dan ongeveer zit, hoe lang hij ongeveer zou moeten wachten. Maar hij heeft de shiny ook al. Ja, klopt, maar we hadden dit afgesproken voordat hij hem had. En hij heeft hem nu dan wel, maar hij wil dat alsnog weten. Kijken, want ik weet alleen niet heel goed of dat weer... Kijken, want het is een static. Manager... Dan doen we even Nieme. Hij deed in Platinum, volgens mij. Ja. Sandering... Non in Pokédrager. 5-7-9-3-9. Secret ID was 2-7-9-7-0. Oké. Oké, done. En dan, ik denk method 1. En gewoon een shiny. Ja. ...91,52. En dan gaan we even kijken hoeveel dat in secondes is. Gen 4. 0. Arc delay. Calibrated seconds. Oh, dat kan niet. 1. Oké, dus dat kan. Zo hard in je kontje gebanken. Hard in je kontje gebanken. I don't be liking it. What the freaking? Oké, ik heb een vorm gevonden. Hij moest in principe 26 seconden wachten. Wat? Dan had hij Shiny Dialga gevonden.